De nieuwe volksvertegenwoordigers werden donderdagavond 29 maart geïnstalleerd. In deze raad hebben 7 vrouwen zitting. Een ongekend hoog aantal voor Valkenburg aan de Geul. Er wordt veel van deze dames verwacht. Marij Verhegge, Claudia Bisschops, Corrie Vulmer, Hilde Baai, Bianca Roding, Nelleke Gielissen en Gertie Zilverdant. Deze laatste ontbreekt op de groepsfoto. Ik lees nu de tekst voor. Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Mevrouw Claudia Bisschops. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Op donderdag 12 april onthulden oud-wielrenster Leontien van Moorsel en Amstel Goldrace-directeur Leo van Vliet de 14e bestemmingentrein van vervoerder Arriva. Ja, daar gaat hij. De trein draagt aan de buitenkant de naam De Kouberg en is nu ook aan de binnenkant geheel in wielersfeer ingericht met vele wetenswaardigheden over de wielerhistorie van onze Kouberg. Leontien van Moorsel, trots op de trein? Ja, heel trots. Heel trots. De Kouberg is natuurlijk ook echt wel een begrip in Limburg. Als je aan Limburg denkt en je hebt een wielerhart, dan denk je aan de Amstel Gold Race en je denkt aan de Kouberg. En ik helemaal, want ik heb zo mooie herinneringen aan de Kouberg. Daar heb ik mijn mooiste overwinning behaald binnen mijn wielercarrière. Dus dit is voor mij wel heel bijzonder. Ja, en een hele mooie foto. Leo van Vliet, directeur van de Amstel Gold Race. Trots op deze trein? Ja, dit is weer een pareltje erbij. Hè. Dat is natuurlijk een hartstikke leuk initiatief. En ja, elke keer gebeurt er weer wat hier in Valkenburg. Maar ja, we zijn, ook ik ben heel erg trots op Valkenburg. En, ja, je komt ook vaak hier. Hè? Ja, ik kom hier veel. Dus ja, het is mijn tweede home. Ja. Aan het Luiten voetpad in Schin op Geul ligt een grote wei met schapen en hoogstamfruitbomen. De eigenaren, Annie Bouwmeester en Francis de Kok, sinds september 2017 woonachtig in Schin op Geul, hebben deze wei ter beschikking gesteld aan de kern Schin op Geul om deze in gebruik te nemen als dorpsgaard. Het ideaal is om hier een plek te gaan creëren waar mensen kunnen samen iets in een tuin doen, oogsten, voor de kinderen een plek waar ze activiteiten kunnen gaan houden zoals met Pasen. Kun je dat werk zelf en alleen aan? Nee, dat is een heel duidelijk antwoord. De samenwerking die ik juist wil aangaan met de mensen uit het dorp in Schinnegul. Tijdens een bijeenkomst in het Geboe op 16 april werden de dorpsbewoners door Frans Vonke van het IKL in kennis gesteld van dit nieuwe initiatief. Woensdag 28 april werd de 24e muurreclame in het 20-jarig bestaan van de stichting Tekens aan de Wand onthuld. De pers. Nee. De nieuwste muurreclame is aangebracht op het eerste huis in de Tibelstraat, eigendom van Sharon Pisters. En dat laat de stoomsteenfabriek Belvedere uit Maastricht in aanbouw zien. Deze straat echt veel plezier van kan hebben, omdat het toch een stukje imago van de straat opvijzelt. Voor zover het nog nodig zou zijn, maar dat is best een mooie straat. Maar dit voegt toch iets toe dat op een gegeven moment niet iedere straat heeft. Er zijn andere mensen hier in de straat die zeggen, nou wil ik er ook een. André Konings, ook de schilder van de meeste andere muurreclames in Valkenburg, heeft in 1 week tijd de nieuwe fresco gerealiseerd.
In verband met zijn verhuizing naar elders in het land is dit zijn laatste werk dat hij voor de stichting realiseert.